So what do you think? It's very pretty. Mooi. Ja, deze toeristen hebben het voor de verandering eens niet over Amsterdam, maar over Dordrecht. Wij lieten ze foto's zien van het stadje, omdat de Britse krant iNews het als het nieuwe Amsterdam omschrijft. Ik kan je niets vertellen over dat plek, maar ik denk niet dat je een andere plek nodig hebt, genaamd Small Amsterdam. Ja, yeah, pretty similar, but you know, it's of course different cities, so it's hard to compare them. Toch, Jester. En daarom namen wij de proef op de som. Jullie hadden die journalist zelf uitgenodigd, zeker? Nee, we werken al jaren samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congres en met andere steden. En deze mevrouw heeft zichzelf gemeld en wij hebben haar 2 nachten onderdak geboden, een gids aangeboden, informatie gegeven en daarna schreef ze een ontzettend lief artikel. Of wij dat na deze tour ook gaan doen is nog maar de vraag. Maar de marketeer hoopt van wel, want extra toeristen kunnen ze hier wel gebruiken. Ze zijn hier welkom. Ja, wat mij betreft wel. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. En al die rolkoffertjes en die wietdamp. De wietdamp hangt hier normaal ook al. Toch zijn er weinig coffeeshops te bekennen. Maar wel zien we andere overeenkomsten. Zo heeft de stad geen grachten als in Amsterdam, maar wel veel water. En is dit jullie magere brug? Dit is de Damiatenbrug. Ik moet zeggen, ik begrijp wel dat als mensen deze zien en ze kennen de magere brug, dat ze vinden dat die een beetje familie van elkaar zijn. Dus ook een boottour. In 60 verschillende talen? Niet in 60 verschillende talen. Het meeste gaat in het Nederlands, een beetje gaat in het Engels. En delen we cultuurhistorische figuren. Albert Cuyp was een Dordtenaar, geboren en getogen. En die naam die heeft Amsterdam geleend voor de markt. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar van de terrassen barst het er niet. Waar zijn de kroegen? En als je van de Amsterdamse drukte houdt, heb je er ook weinig te zoeken. Do you really think you're going to Dordrecht? It is going to have an alternative. If you want, like maybe like older people could go there, because it's more mellow. Is het hier niet een beetje saai? Het is gewoon heel rustig hier zo, dus ik weet niet, misschien ligt het aan de dag. Maar kun je het dan wel het nieuwe Amsterdam noemen? Als we dat stuk goed gelezen hebben en ook gelezen hebben wat de Engelse journalisten schreef over de rust hier. En juist ook over de elementen waarin het niet op Amsterdam lijkt. Dan denk ik dat ze niet teleurgesteld zullen zijn.